was de verzonken stad. Dan gaan we een stukje verder het water over. We gaan naar Curaçao. Ja, dat ben je zo niet. Ja, roeien, Richard. Roeien met de riemen die we hebben. Ja, die je niet hebt. Ja, dat kan ook nog. Nou, wij hebben ze. Dus ik denk ook wel dat we aankomen. Vast en zeker. Gaat helemaal goed komen. Dank u wel. Dat was Paramaribo, Curaçao. Dan gaan we weer, een stukje terug. We blijven op het water, want we gaan naar het IJsselmeer. Nummer 59. Mijn IJsselmeer. Ja, mijn IJsselmeer. Het is niks van meer mee, hoor. 59, ja, hoor. Het is hun, is Karim, jongen. Het is zon op de film. Oké. Ja, en als u denkt van, hé, dat ken ik, dat visje, dan mag u rustig meezingen, hoor. Dan stoppen wij even. Dan gaan we even een visje houden. Een visje nou, een pilsje. Of niet? Zullen wij het maar doen? Oké, bij de IJsselmeer. Vorig jaar vertelde ik
dat ik ook weer bezig was met een nieuw plan. Want mijn boot ligt hier voor de kade. En daar woon ik op, en daar werk ik op, en daar vaar ik op. Met die boot die daar ligt, ben ik in op Spitsbergen geweest. Ik heb hem nu 3 jaar. En ook Noord-Spanje. En dit jaar was er eigenlijk het plan, als, het plan om naar IJsland te varen. Het lijkt allemaal ver weg, maar met de afstanden die ik gevaren heb, is het gewoon minder ver. Naar Spitsbergen toe is 1700 mijl. Naar IJsland is maar 1000 mijl. En er is een voordeel bij, je kunt bijvoorbeeld in stappen doen. Naar Noorwegen, naar de Shetland-eilanden, de Faroe-eilanden. En je zit niet langer dan 2,5, maximaal 3 dagen op zee. En dan zeg ik dus dat ik, je vaart 24 uur per dag. Maar, de Route du Rhum 2018. Ik was, dat is een race vanuit Frankrijk, Saint-Malo naar Guadeloupe. En die is elke 4 jaar. Dat is al 40 jaar lang. Dus 2000, het is nu 14, was de 10e aflevering. Ik was daar in Frankrijk om te zien. En ik was al bij die eerdere versies wel eens 2-3 keer geweest. Solo, zeiltocht over de oceaan. Niet de wereld rond, gewoon de plas over, zo noem ik dat. De plas over van Saint-Malo. En daar heb je dan de Azoren. Daar liggen de Azoren, daar vaar je voorbij. En ja, komt in Guadeloupe. De start is altijd de eerste week van november. Waarom november? Dus laat in het seizoen. Dan zijn de hurricanes voorbij. Want dus in onze zomermaanden is daar het hurricane seizoen. En die is vanaf 1 november is die voorbij. Dan krijg je die niet meer. Je gaat natuurlijk naar het zuiden. Goed, de depressies gaan wel komen in het noorden. Maar je gaat ook op een gegeven moment naar het goede weer. Je ziet ook diverse routes. Ik was daar en er deden 90 boten mee. 92. En terwijl ze begonnen zijn met 5 of 6 boten, deden 92 boten mee. Waaronder een zekere Robin Knox Johnston. Een goede kennis van me. Robin was de eerste man die ooit rond de wereld zeilde non-stop. Alleen 1968 en deed er 313 dagen mee. Robin was 75. Ik was toen bij 60. Ja, dank u wel, mijn IJsselmeer. En dan gaan wij, we gaan er vroeg uit, jongens, morgenochtend. We gaan er om 5 uur uit. 5 uur vroeg in de morgen. Dan ben je 56. De vroeg. Oh, kom op. Met dat mooie weer. He? 5 uur vroeg in de morgen. Het is tijd om te vertrekken, te zeilen op zee.
Dank u wel.